Inderdaad, naast mij zit inderdaad een student, een laatstejaarsstudent uit de eerste lichting in ieder geval van toegepaste architectuur, Meriem Elouadi. Ja, Welkom. dank Hoe u. gaat het met jou? Goed mee. Ja, keigoed, keigoed. Kan je even uitleggen waarom je precies voor deze richting koos? Ja, ik had eigenlijk altijd al een supergrote interesse in architectuur, bouw en ook technologiewereld. En het was voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik zou kiezen voor een richting dat allemaal zo wat samenbrengt. En toegepaste architectuur bleek dan ook de ideale richting, omdat het mij aan de ene kant ja, technische kennis bijbrengt, maar aan de andere kant ook de vrijheid geeft om mijn creativiteit en ook mijn praktische vaardigheden te ontwikkelen. Oké, okay, je voelt in ieder geval dat je er met veel passie over Ja. spreekt. Wat waren zo de meest interessante momenten van je opleiding? De meest leerrijke, interessante momenten waren voor mij toch wel tijdens het praktisch uitwerken van de projecten, tijdens het vak projectatelier, omdat ik hier echt direct contact had met de docenten, vragen kon stellen en kon bijleren ook van de medestudenten. Ook de werfbezoeken waren heel interessant en het werkplek leren, omdat ik hier een eerste ervaring kan opdoen. Ja, ook aan mijn sterke en zwakke punten kan werken en ja, aan mijn eigen leerdoelen kan opstellen en daaraan werken. Okay. Heb je onder andere ook door dat werkplek leren dan al een gedachte in wat voor een soort bedrijf je later, volgend jaar eigenlijk, al wil gaan werken? Ja, ik heb dit jaar werkplek leren gedaan bij twee verschillende architectenbureaus. Ja, dus dat is heel erg fijn. Maar anderzijds kan ik ook werken bij ingenieursbureaus, aannemers, studiebureaus en nog veel andere soorten bedrijven. Maar voor mij persoonlijk is het gewoon belangrijk dat het bedrijf echt inzet op het verbeteren van hun projecten dankzij het gebruik van BIM. Dus ja. Okay, en weet je eigenlijk of er zo voldoende vraag is naar mensen met jouw profiel? Ja, want we hebben echt een heel ruime kennis. Dus wij kunnen ook echt solliciteren op verschillende soorten vacatures. Ook heel wat medestudenten hebben reeds al een vacature aangeboden gekregen, wat erg positief is. Oké, interessant. Ja. Ik hoop dat je ook snel Ja. veel aanbiedingen gaat krijgen, maar ik ben er zeker van. Nog iets anders, waarom zouden meisjes specifiek voor deze soort richtingen moeten kiezen? Ik zou alle meisjes, ook jongens, het zeker aanraden om ja, deze richtingen toch een kans te geven. Het zijn echt ja, domeinen waar dat je enorm veel kan bijleren. Je kan ook je eigen pad uitstippelen, een creatieve en zeer bloeiende carrière opbouwen. En ja, bovendien ja, zijn er enorm veel functies dat je ermee kan uitoefenen. En ja, je hebt zeker een kans op een goede job. Oké, super. Ik wens je in ieder geval nog heel veel succes met je laatste jaar toegepaste architectuur. Dank je wel Dank voor je dit wel. gesprek, Dank Meriem. je. Ik neem aan, Lisbeth, dat meisjes en technologische richtingen ook stof is voor een gesprek aan jouw tafel.